Goedemorgen, welkom bij Vlogmas dag 22. Het is vandaag vrijdag, 22 december. Het is 7:15 in de ochtend. Ik heb net ontbeten, ik heb me klaargemaakt. Mijn haar heb ik gewoon geborsteld. Voor de rest heb ik daar niks mee gedaan. Het is tijd. Ik heb iets in mijn oog, daarmee dat ik even zo doe. Het zit precies in mijn bril. Oké, dat terzijde. Het is tijd voor envelop 22. Hij kan gewoon volledig dicht, de Christmas box. 22 voor Anouk. Zullen we met z'n allen een pronostiekje maken? En hoeveel zetten we in op dat hier weer een nagellakje in zit? Eens kijken, hè. Ik moet nog maar een half dagje werken. Echt super excited. Dan heb ik weekend. Dan heb ik vrij tot dinsdag. Dinsdag moet ik terug werken. Een mascara. Maar nu ben ik in twijfel. Is het niet gewoon exact dezelfde als die wat er de vorige keer in zat? Oké, nee. Nu zit er de Essence 24 Ever Defined Volume Mascara. Deze zit er nu in. En dit is die wat er de vorige keer in zat. Qua verpakking zijn ze hetzelfde, maar het zijn twee verschillende soorten mascara. Mascara kan je me wel altijd blij mee maken. Dus het was deze keer geen nagellak. Dus dat was envelopje nummer 22. Nala en Kira die zijn nog boven bij Elvin. Elvin had gisteravond gezegd, laat ze nog naar boven als jij opstaat. Want Elvin staat toch niet laat op, dus dan neemt hij ze mee naar beneden. En dan laat ik ze nu nog bij Alvin slapen. Dus geen hondjes in de building. Of ja, wel in de building, maar niet bij mij. Gisteren hebben we de finale van de Slimste Mens ter Wereld gekeken. Ik zal geen spoilers geven voor degenen die het nog niet gezien hebben. Maar ik ben heel erg blij met de eindstand. Oeh, en toen werd het heel donker. Ik had een favoriete kandidaat en die heeft ook gewonnen, dus dat is leuk. Het is echt super stormachtig weer buiten, dat was gisteravond al. Echt mega harde regen, mega harde wind. En dan gaat nu gewoon lekker verder. Het is wel cozy als je niet de deur uit moet. Ik ga nu nog een beetje in de zetel zitten. Had ik dit schilderij gefilmd? Ik denk het wel, hè. Van Decennio. Oké, nu ga ik fijn chillen en dan straks boodschapjes doen met Elvin voor de kerstkoekjes. Mijn zus komt dus vanavond kerstkoekjes bakken die we jaarlijks maken. Super leuk, heel veel zin in. Dus dat. Het is ondertussen 1:00 en ik zit met Elvin in de auto. Hallo, ik ben Elvin. Ik heb gewerkt vandaag, dus van 9 tot 12:30. Ik heb net wat gegeten en we gaan nu boodschappen doen onderweg naar de Albert Heijn. Ik had even gekeken wat we nog nodig hadden voor koekjes bakken. Bloemsuiker, boter en vanillesuiker. En volgende week donderdag gaan wij een kerstdineetje houden onder ons twee bij ons thuis. We gaan lekker gourmetten en daar gaan we ook al wat dingen voor halen. We gaan ook al wat dessertjes halen en zo. Het gourmetvlees hebben we al besteld bij een slager. Dat wordt vers gemaakt tegen de dag dat wij het nodig hebben. Dus dat is heel fijn. En nu on our way to the Albert Heijn. We zijn nu nog eventjes in de Ava en ik wil nog wat leuke dingetjes voor ons kerstdineetje volgende week. Beetje een kerstthema, de tafel dekken en decoreren. Nu ben ik kijken voor servetjes. De kerst is voorbij, hè. Ja, maar dat is toch nog ons kerstdineetje. Want hoeveel is het dan? 28, denk ik. Ik vind deze wel leuk. Ja, pak die. Nee, doe maar die. En alles is hier leuk. Alle decoratie. Dat is inpakpapier, daar hebben we inpakpapier. Ja, die ben ik toen gaan halen. Ja. Yeah. Eens kijken hoe. Dit zijn feestartikelen. We gaan kijken voor een tafellaken. Of ja, zo'n. Oh, kijk! Zo, een aperitief hapje. Oh, wacht, daar zijn de rollen. Feest. Nee, maar dat. Of waren die daarachter? Niet daar ergens. Ik hou van de Ava.
Nee, want dit zijn zo van die dikkere rollen. Ik denk toch die waar ik zei. Ook allemaal plateaus om iets te decoreren. Misschien rood nemen of zo. Ja, een kleinere. Die? Ja. Voor onze tafel in de living dan, hè? Mm-hmm. En dan met die servetjes. Voor rood. Ja, lukt dat. Nee, je mag hem dat geven, hè? Die wat, hè? Bescherming. Ja. Onder dingen. Oeh, dit is ook leuk. Ah, dat is voor nieuwjaar. Mm-hmm. Gaan we ook een nieuwjaarsdiner? Niet overdrijven. Alleen hoe. En we zijn nu in de Albert Heijn. Elven neemt sinds kort altijd die scanner, want dat is dus echt veel makkelijker. We deden dat vroeger nooit. We zijn nu bij de proteïne chocomousse. Die zijn echt super lekker. Als je veel eiwitten nodig hebt, is dat echt een aanrader. Ja, Albert Heijn heeft sowieso een heel groot assortiment. En dit is wat we nu nog nodig hebben. Is dat wel het focussen? Het focus niet wat jij vrij. Olijven, dessert en truffel mayonaise. En hier zijn allemaal desserts. Wow, wat staat daar? Witte chocolademousse. Wow. Kijk hoeveel. Ja, oké, dat een hele bak. Ik zou gewoon zo twee van die potjes pakken. Zo of nog? Nee, het is genoeg. Want we hebben carpaccio met truffel mayonaise. We hebben gourmet. En dan tiramisu. Oh ja, sausen misschien. Mayonaise hebben. Mayonaise hebben nog, hè? Ik heb eigenlijk altijd alleen mayonaise. Ja. Ik weet niet of jij nog iets wilt, maar ik eet altijd alleen mayonaise. En dan komen al je boodschappen gewoon hierop. Oh, zal ik mijn matenchecks nemen? Ja, zo. Ik zal ook wat. Ja. Als ik mijn kaart eruit krijg. Ja. Ja. En dan is er nog €11,38. Ja, het was nog maar €11. Zo. We zijn terug thuis van boodschappen doen. Ik heb even een badjas aangedaan, want het is hier heel koud binnen. We hebben net de verwarming aangezet. We doen die ja, uiteraard uit als we weggaan. Maar nu heb ik het even heel erg koud hier. Dus daarmee dat ik een badjas aan heb. Ik heb gewoon nog mijn kleren aan. En het leek me leuk om eventjes een boodschappenshoplog te doen. We zijn dus naar de Albert Heijn geweest en ook nog eventjes naar de Carrefour. Want daar moesten we iets halen nog extra. En toen kwamen we daar ook nog wat dingen tegen wat we nodig hadden. Ik ga jullie eventjes neerzetten. Even kijken of dit handig is. Ik denk het. Als eerste hebben we blauw water gekocht voor in het toilet te hangen. Daar hebben we er altijd in hangen. Omdat het ja, zo zuiver uitziet. Lavash Kiri. We hebben altijd die met de hamsmaak. Die vind ik super lekker. Pijnboompitjes. Die hebben we gekocht voor volgende week op de carpaccio te doen. Met ons kerstdineetje. Dan heb ik nog deze koekjes gekocht. Van Special K. De chocolate melkchocolade. Zo die reepjes. Vind ik ook echt heel lekker. Dan hebben we ook ovenhapjes gekocht. Die kwam ik ook tegen in de Carrefour. En ik dacht, dat is wel leuk om zo eerst de aperitieven met ovenhapjes. En dan daarna zeg maar te beginnen aan de rest van de gangenmenu. Die servetten van de avond had ik al laten zien. Dat tafelkleed ook. Dan hebben we nog cheddarkaas gekocht voor bij de gourmet. Dat geluid dat jullie horen is de deur wat zo half dicht waait door de wind. Frituurolie. Want die was op. Dan hebben we zwarte olijven gekocht. Die proteïnepudding chocomousse. Die zijn dus echt super lekker. Je hebt ook proteïnepudding. Maar dit is dan de chocomousse variant. Echt mega lekker. En daar zit dan ook 20 gram proteïne in. En daar hebben we er dan meerdere van gekocht.
Dan nog een pakje vanillesuiker voor vanavond de koekjes te bakken. Truffelmayonaise. Ja, het is niet dat we dit vaak eten, maar ze hadden geen kleinere pot. Dus we hebben best wel een grote pot truffelmayonaise. Aluminiumfolie. Dan hebben we bloemsuiker, ook voor vanavond de koekjes. Twee pakken gekocht. De tiramisu. En als laatste, nee, voorlaatste, boter, ook voor de koekjes vanavond. En dan nog een pak toiletpapier. Dit is het toiletpapier wat wij altijd hebben. Extra zacht en sterk, van Albert Heijn merk. En altijd vier lagen, want ik vind het vreselijk als wc-papier dun is. Dus we hebben altijd vier lagen. En hier zitten, hoeveel rollen in? 16 rollen. Dan ga ik dat nu eventjes allemaal wegzetten. En dan ga ik de kerstcadeautjes inpakken. Ik ga dat even zelfs doen. Voor degenen die mijn vlogs kijken en kerstcadeautjes van mij gaan krijgen dit jaar, gelieve dadelijk het deel van de vlog door te spoelen. Want ik film nooit een vlog met zo'n cadeautjes inpak. Maar ik vind het bij andere YouTubers altijd zo leuk om naar te kijken. Dus ik wilde dit jaar ook in mijn vlog verwerken. Dus ja... Als je nog niet wil weten wat je krijgt, gelieve dadelijk dan door te spoelen. Want het zou echt jammer zijn, moest iedereen al weten wat hij krijgt. Dus dat ga ik dadelijk doen als ik de boodschap heb opgeruimd.
alle kerstcadeautjes zijn mooi ingepakt. En ik was helemaal vergeten van die stickertjes te halen voor de namen op te schrijven. Dus ik ben een beetje creatief geweest en heb de binnenkant van het inpakpapier gebruikt. Het ziet er niet mega mooi uit, maar ja, we doen het ermee. Want het is wel handig om te weten voor wie welk pakje is. Maar dit taakje is nu ook klaar. En dat heb ik gedaan met een fijne kerstlijst op Spotify. Paulien's ultieme kerstplaylist. Echt zalig. Dat heb ik geluisterd tijdens het inpakken. En wat ik ook nog graag wil bewaren voor tijdens Vlogmas zijn deze kruidenpotjes. We hebben ze een tijd geleden online besteld. Volgens mij bol.com, ik ben niet meer zeker. En dat is dan dat al je kruiden zeg maar in hetzelfde potje zitten. We hebben hier ons kruidenkastje in de keuken. En ik vond het zo satisfying om allemaal zo dezelfde kruidenpotjes te hebben. Dus er zitten zeg maar allemaal stickers bij. Met de naam van het kruid. En die kan je dan op het glazen flesje plakken. En dan zijn er ook nog ronde stickers. Dat zijn deze. En die kan je dan op het dekseltje plakken. Ik ga het nu zowel op de deksel als op het flesje zelf plakken. Voor ons is het op deksel makkelijker omdat wij eigenlijk van bovenuit in ons kruidenrek kijken. We hebben ze zeg maar niet plat liggen. Maar ik vind het wel leuk om beide stickers te gaan gebruiken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga even onze kruiden uitzoeken, kijken wat we allemaal hebben. Want er zijn ook blanco stickers. Als er dan kruiden zijn wat jij hebt, maar niet op een stickervelletje staan, kan je dat er nog zelf opschrijven. Dus dat ga ik nu doen. Dat lijkt me wel leuk om te doen nu. En Elvin komt mij helpen met onze kruidenpotjes. Dit is al een eerste voorbeeld. De oregano en dan hier van boven ook dat stickertje. Die ging er nu wel niet meer helemaal in, omdat we best wel een grote pot oregano hadden. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook al de thyme. Dan ook hier van boven. En dan Elvin is de bijpassende strooidekseltjes erop en toen voor grove kruiden of voor fijn gemalen kruiden. En dan gaan we nu verder doen met stickeren en uitzoeken. En dit is uiteindelijk het eindresultaat geworden. Eigenlijk wouden we ze zo zetten. Maar wat een beetje stom is, dus op de stickertjes waar je zelf nog iets moest opschrijven, ja, zijn de bovenste stickers ook zwart en je kan het dus absoluut niet lezen wat ik hier met pen heb opgeschreven. En ik heb niet een andere kleur stift of pen waardoor het wel zichtbaar gaat zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om de kruidenpotjes plat te leggen. We hebben even het hele kruidenrek uitgewassen en uitgezocht, uitgesorteerd. Ik heb ze ook op alfabet liggen. Ja, dat gaat echt niet lang zo blijven, maar gewoon even voor het satisfying moment liggen ze nu op alfabet. En dan hier beneden hebben zeg maar meer de flessen en de grote dingen zoals olijfolie, azijn, balsamico azijn. Nog wat specialere Indonesische dingen die we vaak gebruiken. En dan daar hebben zeg maar de bouillonblokjes, kippenbouillon, rundervleesblokjes. Dat heb ik daar gezet. Dus nu is ons kruidenrekje weer helemaal mooi georganiseerd en zo satisfying. En na al dat harde werk van al die kruiden in die potjes te doen, hebben we toch echt wel een kapsalon verdiend. Kapsalon. Voor degenen die het niet kennen, een kapsalon is kaas met groenten, shawarma vlees, looksaus en frietjes. Ik vind dit mega lekker, maar je moet het wel echt bij een goede zaak halen. Dus ja, smakelijk. Smakelijk. Het is ondertussen 7:40 en mijn zus Elfie is ook hier. En het is tijd voor onze jaarlijkse Christmas cookies. We hebben alles klaarstaan. Eerste jaar dat we het hier bij ons thuis doen. Heel grappig en raar. Het voelt zo anders. Ik ben al helemaal gedoucht. Ja, dan hoef ik daar gewoon straks niet meer te doen. Ik heb mijn pyjama ook aangedaan. Ik zal nog eens even de ingrediënten filmen. Maar ja, ik heb hiervan heel lang geleden echt een uitgebreide receptenvideo van gemaakt. Maar het is super makkelijk, want het zijn gewoon zandkoekjes. Dus wat heb je nodig? Bloemsuiker, vanillesuiker, bloem, boter ongezouten en 1 ei. En dan gaan we nu beginnen.
zijn gemaakt. Dadelijk gaan we ze in de oven steken. We hebben nog wel wat deeg over. Ondertussen zijn we ook aan het smullen van het deeg, want dat is echt mega lekker deeg. We hebben dit jaar denk ik wel iets minder koekjes, omdat we vooral echt grote vormpjes uitgestoken hebben. Want we hebben ook veel nieuwe, zoals Candy Cane, een kerstman. En we willen die dit jaar ook proberen een beetje te decoreren met dit. Geen idee hoe dat gaat uitpakken, maar dat gaan we eens even zien. Dus nu proberen met die vanillepasta tube. De koekjes zijn nu afgekoeld, want we moesten dus wachten tot ze afgekoeld waren. Maar ik vraag me af, gaat dit dan nog hard worden? Of? Ja, dat wordt hard. Ah, oké. Okay. Dus Elfie is nu... Je ziet het echt niet heel goed, omdat het zo doorschijnend is. Maar ik zal straks het eindresultaat filmen. Elfie is nu dakpannen aan het tekenen op het huis. Dus dat gaan we nu nog even doen. En Anouk gaat het ook eens een kans geven. We hebben besloten om de simpele figuurtjes eigenlijk gewoon te omlijnen. Ik denk dat dat wel een mooi resultaat gaat geven als dat uitgehard is. En hier zien jullie ook het huisje. Ja. Met dakpannen, een deur en een mislukt raam. Ja, volgens mij als je goed kan tekenen is dit heel nice om te doen. Maar... Mag ik nog even door? Ja. We zijn klaar met de koekjes. We hadden wel maar één tube, dus we hebben niet alle koekjes kunnen doen. Maar hier hebben we nog een kerstman en hier hebben we dan gewoon de randen gedaan. Elfje en ik dachten, oh, dit zal zo meteen uitgehard zijn. Want ze wouden er al mee naar huis nemen dan. Nu heb ik het net opgezocht. Het duurt 8 uur voordat het uitgehard is. Dus ik denk dat Elfje de koekjes nu nog niet kan meenemen. En dat ik ze zondag gewoon meeneem met kerstavond. Het is nu bijna 12 uur en het leek me leuk om een house tour te doen. Jullie hadden er echt massaal naar gevraagd. Maar mijn camera gaat zo meteen uitvallen. Dus ik ga het vloggen met mijn telefoon. Dus ook gewoon goede beeldkwaliteit. Maar het leek me leuk om de house tour te filmen in de avond. Want dan is het gewoon gezelliger met alle lampjes. So let's go! Oké, ik wil er eventjes bij zeggen, dit is een realistische house tour. We hebben op het moment dus Nala en Kira hier, dus het huis is ook een beetje aangepast naar hun. Dus ja, dan weten jullie dat de house tour realistisch is en alles is hoe dat het is. Dit is de voordeur. Als je binnenkomt hebben we hier schoenen staan, slippers van Elvin en een dweil omdat het nu buiten zo nat weer is. Dan heb je eigenlijk meteen het gastentoilet. Die ziet er zo uit. Heb ik geurstokjes staan en een toiletspray, spiegel, wasbakje, gewoon simpel. En ik zal beginnen. Kira! Ik zal anders boven beginnen. De kans is groot dat Nala en Kira mij gaan volgen. Maar dit is de trap. Gaan we naar boven. We hebben 3 slaapkamers boven en ook nog een apart toilet, dus dat is fijn. Dit is kamer nummer 1 en ook de kleinste kamer. Voor nu staan hier een deel kleren, dus eigenlijk ja, een beetje rommelig op het moment. Hier hangen al mijn blazers en jurken, kleedjes, mijn handtassen. Maar ik laat jullie dadelijk zien in onze slaapkamer wat uiteindelijk toekomstgericht de bedoeling gaat zijn. Want deze kamer gaat uiteindelijk helemaal leeg komen te staan. En in de toekomst als we ooit kinderen willen... Zou dit een potentiële kinderkamer kunnen zijn? Kamer nummer 2 is leeg. Hier staat helemaal niks. Dit is kamer nummer 2, dus die is gewoon leeg. Dan zal ik eerst nog eventjes het toilet hierboven laten zien. Dit is nog een apart toilet met wel nog een hele grote... wasbak, spiegel met een lamp en dan de wc en met nog zo'n dingetje. Ik heb daar een mandje staan met een action voor de wc-rollen bij te vullen. We hebben vandaag wc-rollen gekocht, dus ik moet dat mandje nog terug aanvullen. Dus dat is het toilet. Dan onze slaapkamer. Ik heb even de lichten aangezet. Dit is ons bed. Dit is bed wat al... meegaat van toen Elva nog thuis woonde, dus die is gewoon mee verhuisd. We hebben wel 2 nieuwe nachtkastjes. De mandjes van Nala en Kira staan hier. We hebben hier ook een tv ophangen. Hallo, jullie zien me daar in de spiegel.
Er is zo een wand voor gemaakt. Die wand was hier al. Ik wil ook eventjes meedelen dat het huis volledig instapklaar was. En dat we hier echt niks meer hebben moeten doen. Zelfs niet verven. Deze spiegel hebben we overgekocht. Want die vond ik echt super mooi. En toekomstgericht is dus de bedoeling dat dit onze volledige dressing wordt. Hier staan nu koffers, zodat 's nachts de hondjes niet in de dressing gaan wandelen. Want anders gaat het licht aan, want dat is met een sensor. Dus daarmee dat die koffers daar staan. Zie je, nu gaat het licht ook uit. Nu hebben we hier onze kledingkast staan. Hier staan onze meeste kleren in. Maar toekomstgericht gaan we hier dus planken en baren laten maken. En dan kan die andere kamer volledig leeggemaakt worden. En kan hier alle kleding komen. Dat is het plan wat het uiteindelijk moet zijn. En dan gaan we nu terug naar beneden. Dan heb je hier onze gang. Als je binnenkomt, hier hebben we een hele grote spiegel hangen van de Jisk. Dit tafeltje is ook van de Jisk. Hier leg ik altijd mijn handtas neer als ik thuis kom. Ik heb ook een sleutelbakje. Hier heb ik nu nog wat kerstdecoraties staan. En dan hebben we hier onze kapstokken die we bevestigd hebben aan de muur. Heel vervelend. Mijn litske, zo dit, is bij deze jas kapot. Dus die moet ik met de kap ophangen. Maar dit zijn onze kapstokken. Hier hebben we ook nog een kelder, niet boeiend. Boven hebben we ook nog een zolder. Maar ja, die laat ik dus ook niet zien. En dan via deze deur ga je eigenlijk naar de huiskamer. Hebben we hier deze tafel en stoelen komen van Pronto Wonen. We hebben nu ook de rolluiken af. Dit zijn de gordijnen ook trouwens. Die hingen hier ook al allemaal. Dit is de decoratie. Onze kerstboom. Ja, en dit zijn eigenlijk wel ruimtes die je vaak in de vlogs ook wel heel duidelijk ziet. Als jullie de zetel fatsoenlijk willen zien, kijk dan even de vlog waar we gaan shoppen in de IKEA, waar we tapijt gaan kopen. Want daar liggen er nog geen dekentjes op. Want ja, nu komt de zetel natuurlijk niet goed tot zijn recht. Dan hebben we het salontafeltje. Dan hebben we de tv hangt op. Ik ging net familie kijken. En toekomstgericht willen we ook een zweefmeubel. Want nu vinden we de afstand tussen de tv en het meubel zeg maar te groot. Dus in de toekomst willen we een zweefmeubel. Maar dat is nog niet voor nu. We hebben hier ook wat plantjes staan. Ja, en dan ons schilderij van Decennio. Past ook heel mooi bij de gordijnen. En ook bij de zetel, maar ja, die zie je dus nu niet. Dan hebben we het plasmatje van Kira. Zoals ik zei, het huis is aangepast nu. Dan hebben we de keuken. Ja, dit was als kind altijd al mijn droomkeuken. Met een kookeiland en gewoon super modern. En wat heel fijn is, is dat ons keukentafel vasthangt aan het kookeiland. En dan hebben we daar gewoon 4 simpele zwarte stoelen bij gekocht. Dan hebben we een oven en een combi-magnetron. We hebben ook een gasvuur. Peper en zout. Een afvalbakje voor groenteafval. Messenblok, dit zijn nog koekjes waarvan het glazuur nog aan het uitharden is. Koffieapparaat, onze 2 drinkflessen, daar heb ik nog een pannenkoekenplantje staan. Dus dit is eigenlijk de keuken. We hebben ook nog vuilbak en dan de bakjes van Nala en Kira. Dan heb je hier het washok. Ook gewoon real. Ik heb was gedaan vandaag, de was hangt op. Ons tapijt staat nu voorlopig daar. En daarachter is zeg maar zo'n deur waar je dweilen kan plaatsen. Mijn strijkplank staat daar, het strijkijzer. Dus dat is wel een hele fijne extra ruimte. Via een extra opslagdingen. En dan daar staan de wasproducten. En dan heb je de garage. Nu, toekomstgericht wordt dit ook echt nog gewoon beter. We gaan meerdere schoenenrekken kopen. Want zoals je ziet, mijn schoenen staan er bijna allemaal naast. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo mooi. En dan hebben we mijn beautykamer. Toen we dit huis kwamen bezichtigen, wou ik eigenlijk de beautykamer boven. Maar daarna dacht ik van hoe leuk is het om de beautykamer naast de badkamer te hebben. Dus ik ben heel blij dat die beneden is. Zoals jullie dus merken, de badkamer is ook niet boven. Dus dit is mijn beautykamer. Ook even realistisch rommelhoekje. Hier staan nu allemaal kerstcadeautjes. Mijn boekentas staat daar. Elvin's schoolgerief ligt daar ook. De laptop waar ik vlogs mee bewerk ligt daar op de grond. Dit is normaal niet zo messy. Maar dit is dus mijn beautyhoekje. En dan hebben we de badkamer. Ik vind het ook heel fijn dat die beneden is. Hebben we hier de douche. Met al onze doucheproducten. En dan hebben we hier de wasbakken. En onze spiegels zijn ook met kastdeuren. Dus dat is wel heel fijn. Opbergruimte hebben we echt genoeg. Het toilet. En dan hebben we zo'n wc-rolhouder apart gekocht. Want dat hing hier nergens. Een bidet, dat is iets typisch vroeger van Italianen. Dat is eigenlijk om je poep te wassen, als ik me niet vergis.
Wij gebruiken het absoluut niet daarvoor. Ik vind het heel fijn om soms mijn voeten te wassen. Of als ik van een festival kom en ik heb zand aan mijn voeten, dat ik niet de douche meteen vuil hoef te maken, vind ik dit wel heel erg handig. Of mijn nagels knippen, doe ik ook daar. Mijn teennagels knippen. Dus dat. En dan hebben we hier nog zo'n leuk ding met lichtjes. We hebben ook de luchtverfrisser op staan. Dit hebben we van de zus van Elven gekregen, die is naar Bali geweest. Daar heb ik nog geursokjes staan van Rituals en nog leuke kerstdecoratie. En dan hebben we ook een bad. En dit is een bubbelbad, want die heeft jets. En we hebben nog zo'n kussentje gekocht voor fijn te liggen. Dus we hebben een bad en een douche, dat is wel heel fijn. En dan ook nog een badmat. En dit is de volledige house tour. Ik heb alles gehad. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden om te zien. Ik was eerst heel hard aan het twijfelen of ik het zou doen. Maar toen dacht ik, ja, je ziet echt het halve huis tijdens het vloggen. Dus why not? Ja, na vele verzoekjes van jullie. Jullie bleven echt in de comments achterlaten dat jullie een house tour wilden zien. Dus bij deze. Ik heb alles gehad, denk ik. Ja. Ik ga nu familie kijken en fijn in de zetel liggen. En ik bedenk me net, ja, wij hebben ook nog een tuin. Maar die kan ik nu echt niet laten zien, want het is mega donker. Laat me er anders aan herinneren in de comments dat ik het nog een van deze dagen in Vlogmas laat zien. Hoe onze tuin eruit ziet. Natuurlijk ziet hij er in de zomer veel mooier uit. Maar ja, als ik er dan nog aan denk, zal ik die een van deze dagen ook nog filmen. Maar voor de rest heb ik het hele huis laten zien.